Schrijversgroep 77 is na bijkans 45 jaar verzekerd van een toekomst. Alhoewel de organisatie aan het vergrijzen is, is voorzitter Robbie Parabirsing, beter bekend als Rappa, zich ervan bewust dat jongeren zullen moeten overnemen. Afgelopen woensdag heeft de organisatie tijdens hun reguliere bijeenkomst in Tori Osso haar 45ste jaardag herdacht middels proza en poëzie. Rappa meent dat jongeren nu al participeren bij activiteiten van de schrijversgroep en ook de plaats willen innemen die van hen verwacht wordt. Schrijven is een kwestie ook van reping. Daarom jong geleerd, oud gedaan, maar je moet jong beginnen. Je gaat niet direct een gerenommeerd schrijver kunnen worden. Zoals je ook niet als voetballer pas begint, dan ga je direct je door de wereldtop, WK. Je gaat moeten ver hosselen, trainen, doen, naar het buitenland gaan, zoals onze schakers. Ja, heb je geen top, maar je hebt gepresteerd, je bent daar geweest, je hebt je naam gevestigd, je hebt lering getrokken, volgende keer doe je het beter. En zo gaat het ook met schrijven. Maar daarom hebben we jonge mensen nodig die bereid zijn dat traject af te leggen. Straks komt er weer een nieuw boekje vanuit uitgeverij van Ismene, waarin jongeren zelf een leuk modern verhaal vertellen, ja, op hun manier, met science fiction en zo erbij. Waarom mag dat niet? Het moet het lezen alleen, want lezen en luisteren, lezen en schrijven is een heel ander deel van je hersenen, is daarmee bezig dan spreken en luisteren. Van spreken en luisteren zegt men, het gaat het ene oor in en het andere oor uit. Maar van lezen en schrijven zegt men niet, het gaat het ene oog in en het andere oog uit. Het blijft hangen. Er is toekomst en we zullen zorgen, zolang wij kunnen, dat wij ook met onze sponsoren en het welwillend leespubliek dat we hebben hier en in het buitenland, niet vergeten. Ja, we hebben ook veel ondersteuning van mensen, pardon, lezers en overheden zoals de Taalunie. Ja. Als de gerenommeerde schrijver gevraagd wordt een terugblik te werpen op de afgelopen 45 jaar, zegt hij met klem dat het niet altijd makkelijk is geweest voor de schrijversgroep 77. Deze organisatie is in 1977 opgericht, net na de onafhankelijkheid van Suriname. Dus zij heeft alles dat daarna in het land is gebeurd meegemaakt. Rappa zegt dat er momenten zijn geweest waarbij de groep zich niet kon en niet wilde uiten in het openbaar. Desondanks is de schrijversgroep blijven voortbestaan en is zij nooit gestopt met publiceren. Al is het maar op velletjes papier of voordragen bij het ministerie van Financiën. Nou, daarvoor de, of bij Krasnapolsky, ja, in de jaren 80 en 90. Noem maar op. Dus we zijn doorgegaan. En ik denk dat het geen makkelijke tijd was. Nee. Maar dat sterkt ons juist als jongeren besturen in dat ding. Want je had dus eerst Frank Martinus Arion als eerste voorzitter. Maar dat was meer als aanvang, want hij was uit Curaçao. Hij gaf vier Nederlands les op de IOL. En heeft toen daarna is ondervoorzitter. Mechteli Tjolatsi is toen voorzitter geworden. Als eerste echte voorzitter een vrouw. Daarna dus Albert Mungro, Frits Wong-Loysing. Toen is Ismene Krishna dat en nu ik. Dus we hebben dus 6 voorzitters gehad en 3 ervan zijn er niet meer. Wij zijn er nog en we doen ons best om er nog zoveel als mogelijk bij te dragen aan die kleine literatuur, maar de enige schrijverscollectief in Suriname dat nog altijd publiceert tot de dag van vandaag. En we gaan door. De schrijversgroep 77 viert initieel op 26 augustus haar 45ste verjaardag. De herdenking van de jaardag heeft reeds plaatsgevonden afgelopen woensdag. Dus op 26 augustus zal de organisatie niet zozeer activiteiten hebben.